Nadir al-Est-Iklal. Het klinkt als een Turkse badplaats, maar het is de nieuwe islamitische naam van de student Olaf Mesman. Hij bekeerde 4 maanden geleden tot de islam. Tot grote verbazing van zijn omgeving. En vandaag volg ik Olaf. Jaarlijks bekeren naar schatting 500 Nederlanders zich tot de islam. Er zijn op dit moment in totaal grofweg 15.000 autochtone Nederlanders die moslim zijn geworden. Even voor de duidelijkheid, dat is slechts 0,09% van de Nederlandse bevolking. Olaf, of moet ik eigenlijk Nadir zeggen? Voor mijn ouders blijf ik Olaf. Maar voor mijn moslimvrienden ben ik eigenlijk Nadir. Dus wat jij wil. Ja. Je bent bekeerd eigenlijk, hè, zoals dat heet. Ja, zo heet dat inderdaad. Ja. Ik wil allereerst vooropstellen dat het niet, of ik tenminste niet bijzonder vind dat ik moslim ben geworden. Maar ik heb het voornamelijk gedaan uit dus een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat heeft eigenlijk uitgewezen dat Nederland een de facto apartheidstaat is. En 80% van de Nederlanders, uitgewoon Nederlanders, prefereert bijvoorbeeld een witte wijk. En 80% van de niet-blanke leerlingen zit op een zwarte school. En vanuit dat perspectief, en dat er ook nog eens structurele ongelijkheden samengaan, ben ik soort van solidair met die, dat taboe eigenlijk dat Nederland zo ingedeeld is. Je bedoelt gewoon dat het in Nederland mensen toch beperkt kijken en niet openstaan voor andere culturen. Dat over het algemeen de geldende regel is. Ja. Maar is dat het enige motief om moslim te worden? Als je ziet dat, bijvoorbeeld kijk op de arbeidsmarkt en neem een cv van een niet-westerse immigrant of een moslim. En we nemen een cv van een autochtone Nederlander. We leggen die naast elkaar. Dan heeft die moslim 40% minder kans op een baan als een Nederlander. Nou, dit soort dingen doen ze er ook voor bij educatie, bij huisvesting. En ik wil me op deze manier dus solidair tonen. En ook binnen de islam is solidariteit één van de kernprincipes. Ja. Nadir is student politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens een reis beleeft hij een spirituele openbaring en begint hij zich steeds meer in de islam te verdiepen. Ga jij ook naar de moskee? Nee, ik ik zie mezelf meer als een soefist. En dat is eigenlijk een stroming binnen de islam die de persoonlijke relatie met Allah en zijn zoektocht tot Allah voorop stelt. Mm-hmm. En ik ben nog een beetje heel erg zoekende en wil nog een beetje een gemeenschap of het heel erg institutionaliseren, wil ik nog een beetje afstandig houden. Dus zijn er nog stappen waar je doorheen moet? Ja, je moet de shahada moet je afleggen. Dat is een zinsnede die je moet uitspreken. En dan, als je dat hebt gedaan, ben je in principe moslim. Dat is best makkelijk. 1 zin uitspreken? Ja. En wat was die zin? Ashhadu Allah, ilahi Allah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. En wat betekent het? Dat je Allah als enige God erkent. Wat vind je zo mooi aan de islam? Ik vind rust. Ja. En vrede. Dit is het gewoon. Rust en vrede. Rust en vrede. Ja. Maar hoe reageerde jouw familie dan? Jouw ouders bijvoorbeeld? Ik heb gewoon gezegd, ik ben moslim geworden. En ze vinden ze natuurlijk, omdat de media daar een beetje een slecht beeld van neerzet, vinden ze, is dat een heel issue. Je blijft maar terugkomen op die politiek-sociale argumenten. Dat klopt. Snap je? En daarom denk ik, ja, maar hoe moet je daarvoor moslim zijn dan? Ja, in de Koran is een kernprincipe dat je solidair bent wanneer jij ongelijkheid ziet. Ja. Nou, ik ben solidair met mijn mede-moslimbroeders, met niet-westerse immigranten die structureel ondergerepresenteerd worden op de arbeidsmarkt, op educatie, huisvesting, zoals ik dat al meerdere keren heb aangehaald. En dat voel ik gewoon vanuit mijn hart. Maar ga ik jou wat vertellen? Ik ben ook solidair met die mensen en ik ben geen moslim. Oké. Ik wil gewoon het taboe dat juist dat dit bijzonder gevonden wordt. Daar wil ik vanaf juist. Nu vind ik het mooi geweest en wil ik ook meer die maatschappelijke problemen aan de kaak stellen. Succes. Dankjewel.